allemaal en welkom bij weer een nieuwe Budgettoppers op ons kanaal. Voordat ik verder ga met deze video, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En vergeet ook zeker niet eventjes de vorige video te checken. Want dat is namelijk een hele leuke winactie en je kunt gewoon meedoen via YouTube. Dus klik even op het i'tje of op de link in de beschrijving om nog even mee te doen. Gaan we nu weer verder met de video van vandaag en dat is de Budgettoppers. Ik ben super blij dat we die vandaag weer gaan opnemen. Als je Budgettoppers nog niet kent, in deze aflevering gaan wij de aanbiedingen van deze periode, echt van nu, met jullie bespreken. En dat zijn aanbiedingen die wij het allerleukste vinden en die het beste bij ons passen. En mocht je Budgettoppers al vanaf het begin volgen, dan heb je misschien wel gemerkt dat wij twee maanden of zo het niet hebben geplaatst. Maar dat was gewoon puur omdat wij geen leuke toppers hadden om met jullie te delen. Maar vandaag zijn we weer terug en we hebben heel veel leuke dingen op je te wachten staan. Dus ben je benieuwd wat er zoal in de aanbieding is op dit moment? Blijf dan vooral kijken. Nou, we beginnen in de categorie lifestyle en bij de Big Bazaar kwamen we deze superleuke notitieboekjes tegen. En dat komt wel heel erg van pas als je thuis werkt zoals ons, maar ook als je natuurlijk op school zit of eigenlijk is het voor iedereen denk ik altijd wel heel erg handig en we vonden het design gewoon heel erg schattig en de prijsjes zijn ook heel erg fijn. Deze kleine kost namelijk maar €1,99 en deze grotere €2,99. Ja, en ik moet zeggen dat de kwaliteit echt super goed is, want de voorkant en de achterkant zijn heel erg stevig. Het is een hardcover. Ja. En wat heel erg fijn is, de ringband. Ik hou ervan als ik ze gewoon lekker open kan leggen, helemaal dubbel kan klappen. Dus ik vind dit echt wel hele leuke toppers en die wilden we zeker met jullie delen. En dit zijn niet de enige designs die ze hadden, ze hadden nog een paar andere, zoals bijvoorbeeld een zwarte met allemaal goudstipjes erop. Die vonden we ook wel heel erg leuk. En als je van deze stijl houdt, dan hebben ze ook nog een heel leuk clipboard. Dus dat is heel erg handig om bijvoorbeeld papiertjes onder te maken. En ik heb een keer op onze blog daar een heel leuke do-it-yourself meegemaakt. Zullen we eventjes in de link beschrijven. In de beschrijving linken. En ze hadden ook nog een set van 3 mini-boekjes. Dat was wel zonder ringband. En dat was ook wel een heel erg leuk setje om te hebben. Nou, op dit moment heb je ook heel veel winkels die sportartikelen in de aanbieding hebben. Denk aan kleding, schoenen, accessoires. En ik zag dat je bij Big Bazaar denk ik wel de beste prijsjes hebt voor de sportarmband. Die is daar namelijk €1,99. Wat volgens mij een hele goede deal is. Je hebt 2 soorten. Eentje met zo'n neoprene stofje. Ja, en eentje die is wat harder. En je hebt ook deze. Dit is de sportring. En deze vond ik wel heel erg interessant. Deze is €2,50. En hij ziet er heel erg smal en klein uit. Maar ik heb al geprobeerd. Hier past mijn iPhone X gewoon in. Want hier zit een ritsje. En er zit best wel wat stof. Dus je kan er gewoon heel veel in kwijt. En deze draag je dus gewoon zo aan je heup. Of op je rug. Of op je rug inderdaad. Ja. Dus ja, deze leek me gewoon heel erg mooi. En ik vind ook wel dat hij er heel erg luxe uitziet. Ja, hij ziet er goed uit. Zeker voor die prijs. En het is gewoon heel erg handig. En de reden dat Larissa deze haalt is... Oh ja, mag ja. Ik zeggen eigenlijk? Ja, tuurlijk. Omdat Larissa mee gaat doen met de Night Run in Utrecht. Oftewel de eerste marathon ever die ze gaat lopen. Dus dat is wel heel erg exciting. Ja, dus ik dacht, nou ja, dan moet ik wel natuurlijk wel goed voor de dag komen. En hier kan ik gewoon mijn telefoon in doen, zodat ik muziek kan luisteren. Mijn huissleutel, dat soort dingen. Ik ben er klaar voor. Over sporten gesproken, Larissa en ik die willen er dit jaar even goed tegenaan gaan. Ik weet dat het echt een super cliché goede voornemen is voor het nieuwe jaar. Maar goed, we willen toch wel even serieus mee bezig gaan. En we willen naast dat we naar de fitnesszaal gaan, ook wel eens gewoon thuis een home workout doen. Nou, een tijdje geleden had ik al een kettlebell gehaald van 6 kilo bij de Tiger. De Flying Tiger. Ja, I know. Ik heb ze 1 keer gebruikt en niet kerstig gehaald. Maar bij de Action heb je op dit moment ook kettlebells in de aanbieding. En volgens mij zijn het ook gewoon goede kettlebells. Er zijn heel veel prijskategorieën in die dingen. Maar ik heb zoiets van als het gewicht is, dan is het gewoon goed. Ja, en ik heb ook iets van als je niet zeker weet hoe vaak je dit thuis gaat doen. Dan is het misschien nog wel een heel fijn instapprijsje om een soort van kennis te maken. Ja, en dan heb je er eentje van 4 kilo, eentje van 6 kilo en eentje van 10 kilo. Degene van 4 kilo die kost €3 en nog iets. Dan heb je eentje van 6 kilo, die is €4,94. En degene van 10 kilo is €6,94. Dus dat zijn wel heel erg fijne prijsjes en ik denk dat het wel heel erg handig is als je thuis dus een keertje aan de slag wilt. En laat eventjes weten wie bijvoorbeeld jouw inspiratie is op YouTube als het gaat om fitness en sport. Wij zijn zelf bijvoorbeeld heel erg dol op Whitney Simmons. Maar misschien hebben jullie nog andere YouTubers die jullie heel erg inspiratievol vinden. Wat voor zin? Het is leuk om eventjes wat nieuwe uit te kunnen proberen en wat, te checken. Gaan we door naar de Hema en zij hebben momenteel ook hele leuke acties. Namelijk 2+1 gratis acties. Dus dat is heel erg leuk. Bijvoorbeeld op de
woonaccessoires en op de opbergartikelen. En nu zag ik al bij de opbergartikelen hele leuke van die stevige manden. Dus dat zijn van die stoffen manden, maar dan wel met een glad stofje aan de binnenkant en zo'n ijzeren ring, zodat ze ook nog heel mooi omhoog blijven staan. Dus het is gewoon altijd handig om eigenlijk gewoon allemaal zooi in op te bergen. En het staat gewoon heel erg leuk, want ze hebben verschillende schattige printjes. En bij de woonaccessoires zag ik dat ze een hele leuke, nu komt ie, plantenstandaard hebben. Hoeveel budgetshoppers wij al hebben genoemd met plantenstandaards. Maar het blijven gewoon superleuke dingen en ze zijn gewoon heel erg hip. En vandaar dat ze gewoon steeds komen. En als je korting kan krijgen, dan is het leuk. En die hebben ze dus nu bij de HEMA. Ik ben wel heel erg benieuwd wie van jullie inmiddels ook een plantenstandaard in huis heeft. Of dat kan ook nog eens komt door de budgettoppers. Of dat je eigenlijk zoiets hebt van, joh, stop. Ik wil het niet meer zien. Net als die mandelijke. Gooi de plant gewoon op de grond. Ja. Inderdaad, maar ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ik vind het ook leuk. Nou, over planten gesproken. Bij de Lidl kan je nu voor €3,99 een cactus scoren in een keramieke pot. Oftewel, deze. Ik moet zeggen dat ik het een heel erg leuk potje vind. Ik vind de cactus zelf ook heel erg mooi. En de prijs is ook echt heel prima. Moet je kijken, ik heb echt iets van 6 cactussen in 1 pot. En geloof het of niet, planten zijn best wel duur. En ik vind het gewoon heel erg leuk staan in mijn interieur. Dus ik kon hem echt niet laten liggen. En je hebt naast deze cactus ook nog heel veel andere soorten. Van die bolletjes, die met een beetje fluff erop en dat soort dingen. Dus voor ieder wat wils. En ik wil trouwens echt nog eventjes complimenten geven. Want bij onze Lidl had je dus al die verschillende soorten. En we hebben meerdere dozen gecheckt. En elke cactus zag gewoon echt super mooi uit. Weet je wel, niet helemaal verlept of zo. Dus het was eigenlijk nog best wel lastig om te kiezen van welke vind ik nou het allerleukst. Maar ik denk dat we een hele goede keuze hebben gemaakt. We gaan zeker eventjes naar je Lidl om te kijken of ze bij jou ook daar liggen. Want ik vind het wel een hele leuke aanrader. Gaan we door naar de kruidvat. En daar zag ik dat ze wel iets heel erg leuks verkopen. Namelijk deze deken. Hij is super zacht ten eerste. Maar wat heel bijzonder aan deze is, hij is glow in the dark. Nou, ik heb nog nooit ik heb nog nooit een glow in the dark deken eigenlijk gezien of gehad. Dus ik dacht, nou, dat is echt super leuk. Je hebt met verschillende printjes, hartjes, sterretjes, een soort van tekst. Maar ik heb natuurlijk voor deze gekozen, want deze heeft unicorns. Er zitten verschillende gekleurde unicorns op en een paar sterretjes. Dus ik dacht, dat is wel echt super leuk. Hij is super zacht. Ja, en het is echt ideaal nu, omdat het zo koud buiten is. Ja, precies. Dus dit is wel echt super fun voor op je bank. En we hebben hem eventjes uitgetest en het ziet er gewoon echt heel erg cool uit. Oké, dit is de glow in the dark deken. We gaan hem nu voor het eerst eventjes bekijken. Alright. Ready? Yep. Wow! Je ziet het goed, hè? Wauw, hij werkt nog veel beter dan in het echt zie je het nog beter dan hier op de camera. Maar je kan wel echt gewoon de unicorns hier nu onderscheiden. Het ziet er echt super cool uit. Wauw, het doet het echt veel beter dan ik dacht. Nu wil ik hem ook. So fluffy. I want it. En de prijs van deze deken is €6,99. Bij de Aldi heb je op dit moment korting op de hoeslakens en dekbed overtrekken. En dat klinkt misschien niet heel erg interessant, maar tegelijkertijd ook weer wel. Want het is al heel erg lekker om je bed lekker een nieuwe look te geven dit nieuwe jaar. Ja, je hebt namelijk daar een witte met zwarte stippen. En die vind ik het allerleukst. Maar als je daar niet van houdt, heb je ook nog andere designs. En voor een 2-persoons dekbed betaal je nu €14,99. Dus dat vind ik een prima prijsje om je hele bed eigenlijk een nieuwe look te geven. Want het staat ook wel heel erg tof in je kamer. We hebben hem op dit moment niet in onze handen, omdat we niet een Aldi hier nu in de buurt hebben. Maar ik wil zeker nog wel eventjes kijken of ik die kan scoren. En we starten bij Kruidvat. En wat ik in mijn handen heb, je zal het misschien niet denken, maar deze komt toch echt van de Kruidvat vandaan. Ik zag namelijk dat ze momenteel carnavalskleding hebben. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want carnaval komt eraan. Maar dan hadden ze dus ook deze fanny packs tussen staan. Je hebt deze dus een zwart lak, zoals je deze hier ziet. Maar je hebt hem ook in het roze lak metallic. En in holographic. Ja, en die is ook wel heel cool. In army en pantherprint. Maar die vonden we zelf iets minder leuk. Ja, dus we hebben gekozen voor de zwart variant. En wat ook heel erg leuk is, is dat deze hele rits, die heeft een soort van regenboog metallic kleurtje. Wat wel een beetje een extra effect geeft. En fanny packs zijn gewoon super handig om natuurlijk op je heup te dragen. Oh, dit is nu niet in beeld, maar hij zit op mijn heup. Maar als je natuurlijk een beetje een swag hebt. Swag. Kan je hem ook zo dragen. Dat is ook wel heel erg chill. Het is heel handig vooral. Ja, dus we vonden deze gewoon echt super leuk. En wat nog leuker is, is het prijskaartje. Deze kost namelijk maar €4,99. Gaan we door naar Hema. En deze keer hebben we niet mode tips voor jou en mij.
voor jou en mij. Maar ze hebben daar namelijk hele leuke babykleertjes, bamboe babykleertjes. Dus het is gemaakt van bamboe. Heel lekker zacht stofje en ik vond het printje ook gewoon heel erg leuk. Natuurlijk wel gender neutral, want daar doet Hema aan. En ik vind ze echt super leuk. En ja, we zijn gewoon een beetje in de baby vibe sinds Serena natuurlijk zwanger is. Alles wat we gewoon zien voor baby's vinden we gewoon heel erg leuk. En bij Hema hebben ze dus nu in de aanbieding kleertjes vanaf 5 euro. Dus gemaakt van bamboe. En dat vind ik ook wel heel leuk. Ja. En mooi aspect, denk ik, dat het een keer is gemaakt van wat anders. Nou, sowieso hebben er heel veel modeketens op dit moment kortingen. Dus als je nog wil shoppen, dan zou ik het echt nu doen. Want de dingen die nu in de aanbieding zijn, zijn ook echt dingen als jassen en truien. En dingen die je eigenlijk nog heel lang kunt gebruiken. Want Nederland is gewoon super koud. Volgens mij wordt het in maart wel iets warmer. Maar nog steeds is het dan gewoon truien weer. En de kortingen zijn overal ook best wel hoog. Soms tikken ze zelfs de 70% aan. En dat zag ik bijvoorbeeld ook bij H&M op de webshop. Daar hebben ze kortingen van 70%. Dus dat is wel heel erg leuk om daar eventjes tussen te snuffelen als je geen zin hebt om de stad in te gaan, omdat het heel erg druk is nu het sale is. En natuurlijk zijn er nog heel veel andere webshops die ook kortingen hebben. Zo heeft Lovies ook een sale. En best wel goede sale ook. Volgens mij ook tot en met 70%. Mm-hmm. En we hebben al eventjes gekeken naar de webshop en dingen die wij hebben van welke items zijn nu in de sale die wij bijvoorbeeld hebben en die jullie misschien leuk vinden. Zo is de paarse glittertrui. Ik weet niet of je hem nog kent. Die is op dit moment in de sale. En glitters kan je gewoon nu nog dragen, vind ik. Sowieso. Glitters zijn gewoon niet alleen voor party season. En vooral juist in januari. Ja, dat is echt onze minst favoriete maand. Is het gewoon leuk om eventjes wat extra sparkles. Ja, die hebben we nodig. Het is zo grijs en zo donker buiten. Dus dat extra shimmer hebben we nodig. Verder, dit shirt is ook in de aanbieding voor een tientje. Maar niet in het grijs, wel in het wit. En deze It shirts vinden we sowieso heel erg chill. Mocht je het je nog afvragen welke maat we dragen. Dus S en M, maar we vinden zelf M net iets lekkerder zitten. Omdat hij net iets losser zit, iets meer casual. Ja, en de kwaliteit is gewoon heel erg fijn. Het is zeg maar ietsje dikker en lekker zacht. Dit broekje is ook in de aanbieding. Maar dit is een nep leren broekje in een rode kleur. En hij zit echt super chill. En we vinden hem ook gewoon heel erg leuk staan. Volgens mij hebben we deze in een van onze Vlogmas afleveringen laten zien. Dus dan kan je, als je daar eventjes naartoe gaat, kan je zien hoe de bij ons staat en hoe je hem beter kan combineren. En het is echt een superleuk broekje. Maar goed, zoals ik al zei, zijn nog veel meer winkels en webshops die op dit moment korting hebben. Dus ik zou zeggen, ga nu eventjes voor je nieuwjaar schoonmaken. En vooral bij je kledingkast. Check gewoon wat je hebt en vooral waar je een tekort aan hebt. En ga dan pas op zoek. Dus niet dat je dan thuis komt, je koopt skinny jeans. Want je had eigenlijk al 6 skinny jeans, mm-hmm. Maar die had je niet. Dat had je niet door en zit ergens achter in je kast. Dat soort dingen. Gaan we door naar de volgende categorie, beauty. En ik start gelijk eventjes bij Kruidvat en Ethos. Want daar hebben ze momenteel hele goede aanbiedingen en kortingen op scheermesjes van bijvoorbeeld Wilkinson en Gillette. Het zijn gewoon hele mooie aanbiedingen. Dus als je echt van die aanmerken houdt om mee te scheren, dan zou ik zeker even aanraden om daar in te slaan eigenlijk, als het ware. Ja, want die mesjes zijn echt helemaal niet goedkoop. Maar waar ze wel goedkoop zijn en waar wij heel vaak de tip van jullie hebben gekregen, is bij de Lidl. Je hebt er namelijk hele mooie scheermesjes die echt een beetje lijken op die van Venus wel. Mm-hmm. Die hebben we nu heel eventjes laten liggen. We hebben wel die voor mannen meegenomen. En deze kost €4,99. En dit is een XL deal. Dus je krijgt echt super veel navulmesjes. Dus er zijn er 10, 20, 25 extra mesjes krijgen we erbij. Even mee vooruit, ja. Ja, dus dat is wel heel erg chill. En persoonlijk vind ik mannen scheermesjes ook wel heel erg fijn scheren. Want soms is die hele grote aloe vera dingen eromheen en zo, dat vind ik niet altijd even handig. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar dat andere mesje ook van de Lidl. Dus ik denk dat ik die ook nog wel een keertje ga halen. Op het gebied van make-up kan je ook op dit moment echt totaal je slag slaan. Want Ethos heeft sowieso heel veel 1 plus 1 gratis acties. En dat is echt gewoon een van de beste aanbiedingen die je kan krijgen. Dus bij Ethos kan je heel veel vinden. Momenteel heb je bij Kruidvat ook de actie dat Maybelline producten €10 zijn. En vooral deze stond er een beetje uit voor mij. Omdat ik laatst een video heb gezien van Nikki Tutorials. Die haar Huda Beauty Foundation had getest tegen de Maybelline 24-hour Stay All Matte Foundation. Ik weet niet zeker of ik de naam goed zeg. Maar die foundation die kan je dus nu shoppen voor €10 maar. En hij scheen echt super goed te zijn. Dus ik ben er zelf ook heel erg benieuwd naar om die te testen. Want het schijnt echt super, super, super goede coverage te hebben. Mocht je benieuwd zijn over welke video van Nikki ik het heb, ik zal hem eventjes in de beschrijving linken. Dan kan je ook haar review daarvan eventjes zien. En wat ik ook graag nog eventjes wil uitlichten is dat Kruidvat momenteel ook een tweede halve prijsactie heeft op de L'Oréal producten.
En L'Oreal heeft momenteel echt mijn favoriete mascara. En dat is de Paradise Aesthetic. En ik vind deze mascara trouwens echt super fijn, omdat die heel veel volume geeft. Zeg maar, met één likje komt er al best wel veel vanaf. Maar je krijgt niet meteen een super erge spinnenpoot. Maar gewoon wel lekker wat volume en aanwezige wimpers. Ja, dus dit is zeker echt mijn favoriet op dit moment. En het is een van de weinige mascara's die ik zelf echt opnieuw koop. Omdat ik echt heel veel merken altijd probeer. Maar deze koop ik echt gewoon opnieuw. Laat eventjes weten voor welke aanbieding jij graag naar de winkel rent. En laat ik eventjes weten of je het hebt kunnen scoren. Wij grijpen ook nog wel eens mis, maar ik hoop nu in ieder geval niet. Ik ben nu ook wel heel erg benieuwd naar die foundation. En die mascara misschien ook wel. En wat ik ook eventjes wil meegeven is: bespaar waar je kunt besparen. En op dit soort dingen kun je echt altijd besparen. Daarom vinden we het zo leuk om de budgettoppers te delen. En als het eventjes kan, probeer dan dat geld dat je hebt bespaard op die aanbieding in een potje te stoppen door echt daadwerkelijk te sparen, zodat je daar later weer leuke dingetjes mee kan doen. En dat hoort een beetje bij dat hele Endless Weekend gevoel. Dat is gewoon besparen, sparen en uitgeven aan leuke ervaringen. Vond je deze budgettoppers weer leuk? Vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te doen en vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei.